voilà. Ja, oké, je hebt een bakje tomaten gekocht en je wilt ze thuis bewaren. Waar doe je dat dan, denk je? Koelkast? Nee, niet in een koelkast. Dat is echt veel te koud. Nee, dan verliezen ze heel snel hun smaak en dat wil je niet. Nee, buiten de koelkast, maar wel op een enigszins koele plek. Dus bijvoorbeeld een mooie fruitschaal. Wat? Je wil ze invriezen? Ja, dat kan ook. Gewoon in een bakje of in een plastic zakje. Geen probleem. Dan blijven ze echt een jaar lang heel smaakvol.